loopt de buitenspeeldag tot nu toe? Ja, tot nu toe gaat het echt geweldig. Alle verenigingen zijn aanwezig. En heel veel blije kinderen. Dus we zijn dik tevreden als organisatie. Noem eens wat voorbeelden van verenigingen die hier aanwezig zijn vandaag. Nou, bijvoorbeeld hoofdklasser Longa 30. Er zijn de spelers van het eerste elftal die geven daar een voetbalkliniek. Er is ook volleybal, handbal. Kiddog, dat is een soort hondentraining met kinderen. Springkussens zijn er, de visvereniging is er. Nou, noem maar op. Eigenlijk te veel om op te noemen. En hoeveel kinderen zijn er ongeveer op afgekomen? Nou, tot nu toe hebben we tussen de 600 en 800 kinderen zijn hier al bezocht. En ja, de dag is nog niet voorbij dus. En de reacties tot nu toe, goed? Zijn positief. Hey, wat is jouw naam? Tim Hokkenborg. Tim Hokkenborg. Je bent hier vandaag op de buitenspeeldag, hè? Ja. Wat vind je tot nu toe het leukste? Nou, deze crossbaan. Deze crossbaan? Ja. Speel je vaak buiten? Ja, best wel. Vaker dan dat je binnen speelt? Nou, ongeveer evenveel. Wat vind je leuker? Buiten spelen. Vertel eens even, hoe bevalt het tot nu toe, die buitenspeeldag? Ah, ik vind het wel leuk. Ja, vooral dat alg overgooien. Oh, dat is echt heel leuk. Is het niet veel leuker om binnen met de PlayStation te spelen of zo? Nee. Buiten werd ik altijd duizelig. Ik moest een keer een spreekbeurt maken. Dat was werd ik helemaal duizelig. Ja, ik vind het veel leuker om buiten lekker in de natuur. Frisse lekker wild spelen.